welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Mijn oog, dat is dan altijd, je ziet het nog altijd niet in orde. Voor mensen denken van, oh, wat is er gebeurd? Dat is dus hoe dat er nog altijd is. Maar vandaag hebben we ook bezoeken. Nee, het is niet wat jullie denken dat het op bezoek is. We zullen even laten zien, hier is die. Hallo. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag naar het huis van de Sint samen. Super tof, hè? En we hebben hier ook nog een Pietje. Die hier zit, een Pietje. En zo, kijk eens. Die zit hier. Die is ondertussen vol bezig met te kijken of Pieter allemaal gereageerd heeft, want hij heeft een foto doorgestuurd naar iedereen. Doe het open, zeg, man. Doe het open, zeg. Kijk wat dat erin zit, hè. Dat is een beetje met noten, zeg, Peter. Ik krijg het niet open. Het is al open. Wat is dat? Kijk er eens in. Amai. Wat is dat? Wat is... Oh, Nentje. Oh, Nentje, het konijntje. Kijk, er is nog iets gekomen voor jou. Kijk, kijk maar eens in de dingen. Wat zit erin? Nou, ik denk dat ze de koep was. Wat is dat? Ondertussen wordt hier de grote bevalling gedaan van een Nentje. Ja. Wordt het een jongen of een meisje? Het zal een jongen zijn. En zo, kijk eens. Kijk eens. Pak het. Dag, Nijntje. Dag, Nijntje, mijn konijntje. Kom er eens mee. Je moet kijken naar zijn mooie oogjes, mensen. Dat is echt... Ja. Ja. Kijk, hier staat hem dan, onze binnenman, in het huis van de Sint. Dat is... Dat is heel mooi. Ik zal je wel te wachten. En hier zijn de trapjes. De trap op. Daar komt ze af. De oom. Nooit niet gezien. Hè? Nog nooit? Nee. Je bent verwonderd, hè? Ja. Dat is een leuke mensje. Echt mooi, hè? Maar aan deze kant, hier slaapt een hoofdpiet. Een prachtig bed gehaald van Sinterklaas, omdat hij heel haast werkt. En omdat hij elke dag chocomel naar Sinterklaas brengt. Dus zegt Sinterklaas, jij krijgt een nieuw bed. En als je omhoog kijkt, dan zie je een hele mooie muurschildering. Ook gehaald van Sinterklaas. Je ziet speelgoed, snoepgoed en cadeautjes. Maar als je hier kijkt, hè, lieve Piet, zie je ook speelgoed. Dat mogen we uittesten, hè. Ja, want Sinterklaas zegt dan, als jullie er nou mee spelen... En het gaat kapot, dan gaan we dat niet aan de kindjes geven, want we geven alleen maar speelgoed dat niet snel kapot gaat. Nu gaan we, ik ga eventjes kijken of we door mogen schuiven en kijk maar even rustig ver. Dan gaan we dadelijk naar de hobbykamer van Sinterklaas. Mooi, hè? Ja. Wat vind je ervan? Heel mooi. Zoals in mijn kindertijd. Ze hebben zelf een spiegel waar ik op sta. Zoals in mijn kindertijd heb ik dat nog niet gezien. Ja. Echt mooi. Het is verwonderd. Ja. Ja, hè?
Die staat in het midden, hè? Zie je? Ja, voilà. Ja, zijn we er allemaal? Ik kan je wel een hobby uitvoeren, hè? Tekenen. Ah, ja. Dit is de hobbykamer van Sinterklaas. Want je weet, Sinterklaas moet heel hard werken. En heeft hij maar heel weinig vrije tijd. En net dat klein beetje tijd dat hij vrij heeft, schildert hij. Want daar wordt hij heel ontspannen van. Waar hij ook heel ontspannen van wordt, is als Gitaarpiet een deuntje op zijn gitaar speelt. Dan zit hij in zijn zetel te luisteren. Maar wij spelen ook een partijtje kikken. En met een, natuurlijk een sinaasappel. Want dat rolt veilig. En als we gescoord hebben, als we een doelpunt hebben gemaakt, dan eten wij een kokkeentje op. En als we ze allemaal op hebben, dan weten we niet wie er gewonnen heeft. Dus dan hebben we altijd gewonnen, hè? Ja, kijk even rond. Want als we dadelijk door die deur gaan, komen we in de badkamer van ons. Daar zie je prachtige kostuums die we heel goed gewassen hebben. En alles netjes op elkaar gestapeld in de kast. En natuurlijk ook wat heel belangrijk is, onze tandenborstel. Want wij eten heel veel chocolade. En je weet, als je heel veel snoept, dan moet je ook heel goed je tanden poetsen. Ja, ik heb al twee tanden losstaan. Is het waar? En heb je ze eruit gepoetst? Nee. Nee? Ze staan maar pas los. Ah, de tanden. En ik heb er al één, twee uit en dan twee grote mensen. Ah, super. Maar goed blijven poetsen dan, hè. Dus loop maar rustig daarin. Het is een klein badkamer. En dan wacht ik jullie op bij de toiletten. Ja, bij de toiletten. Ga maar. Goed maar. Ga Je moet kijken hoe blij je bent, verwonderd. Je mond zat vast open, maar ja, doe dat mondkapje zien wil niet. En deze is ondertussen de deur aan het bekijken, dat is ook heel belangrijk. Dan komen we hier op de badkamer terecht. Gaan we ons bad nemen en zo? Ja, ja. Ja. Van de schoorsteen. Bloed. Bloed van de schoorsteen. Kijk eens in een mooie lach naar onze camera. Ja. Poets jij ook? Je moet ook vanavond je tanden poetsen, hè? Dat weet je. Het beter is een poetsen van nu naar mij maken, hè? Dat moet, hè. Hier is het toilet van Enzo. En hier lopen ze dan hand in hand. Geen oog in oog, maar hand in hand. En hier wandelt hij dan over de rode lopen. Nee, dat is een schilderij. Mooi. Ja. Dat is hij. We zijn hier in de keuken van Sinterklaas. En je ziet Sinterklaas van heel veel eten. Die eet heel veel lekkers, maar ook heel gezond. Groenten, fruit, melk en eieren, brood en taart. Maar weet je wat we hier ook eten? Taart is ongezond, soms niet hoor. Echt niet. Soms is het. Je moet er natuurlijk wel geen 10 paasdagen achter elkaar eten. Hè? Nee, dat doet alleen Kookpiet. Ja. Maar weet je wat we hier ook bakken? Pepernootjes. Je hebt ze toch niet allemaal opgegeten, hè? Ik
zou niet kunnen. Oh, nou dan kan ik zeker wel in de oven gaan kijken. Nee. Niet doen? De oven is een beetje kapot. Weet je het zeker? Want gisteren deed hij het nog hoor. Nee. Ik ga toch kijken. Ah, het vuur is uit. En alle pepernoten zijn weg. Keuken. Hè? Je hebt ze allemaal opgesmuld. Maar geen getreur. Want beneden in de kelder hè, staan er zakken vol met pepernoten. En allemaal voor mij. Nee. Allemaal voor de kindjes nou. Want ik beloof ze, als jullie je schoen zetten, dat ik daar pepernootjes in zet. Is het goed? Dan gaan we nu naar de eetkamer. Loop maar door. Taartjes en cookies. Dit is de eetkamer van Sinterklaas en jij zit daar. Jij mag daar helemaal niet op zitten. Dat is de stoel van Sinterklaas. Koopiet, kom. Zien jullie? Dit is de stoel van Sinterklaas. Hoe kun je dat nou zien? Hij is helemaal rood, want dat is de lievelingskleur van Sinterklaas. Met gouden niet aantrekken. En hier zit... Nog niet. En hier zitten alle hoofdpieten onder een lekker glaasje chocolademelk, lekker warm, en sinaasappelsap en chocolaatjes. Vergaderen ze en zeggen ze welk cadeautje naar welk kindje gaat. Nou, dat is heel belangrijk. Wat heb jij gepikt? Hebben jullie dat gezien? Ja. Wat heeft hij gepikt? Chocola. Chocola. En waar heeft hij dan de leren? Het andere. Deze? Nee, die? Ja. Die? Nee. Koud. Eén koud. Zo koud. Het is koud. Nee. Daar staat kokpieter. Ja. Ja, kan hij dan toch niet? Nee, hè? Zit jij mij voor de gek te houden? Houd je mij voor de gek? Ja. Kom. Maar kokpiet, je bent heel de dag al aan het eten. Kom. Je bent ook zo, hè? Als je eten ziet, zet je op de eerste rij. Maar dan moet je naar de slaapkamer van Sinterklaas. Dit is het bed en de slaapkamer. Nee, dit is het bed niet. Want dit is het bed van zijn regen. Wat heeft hij dan aan? Een jas. Kijk maar eens. Een mantel of een tabbert. En hij heeft er niet één. En hij heeft er niet twee, hij heeft er drie. Want als nummertje 1 nat is, dan neemt hij nummertje 2. En als nummertje 2 nat is, dan neemt hij nummertje 3. Maar wat als nummertje 3 nat is, mama? Dat is allereerst. Die is slim. Applaus! En als je naar de muur kijkt, Kookpiet, kom eens hier zien. Want anders kunnen ze het paard niet zien. Hoe heet het paard? Slecht weer vandaag. Ja, het is vandaag heel slecht weer. Ja, absoluut. En waarom heet hij dan slecht weer vandaag? Omdat het slecht. Hij groeide op als groot paard, had hij nog geen naam. Hè? Maar iedere keer als hij over het dak liep met het paard, regende het. En toen heeft Sinterklaas gezegd, nou, het regent altijd, het is slecht, altijd slecht weer. Als wij op jou over de daken lopen, wij noemen jou slecht weer vandaag. Waarom? Oh,
lieve kindjes, ik ben Sinterklaas. Nee, helemaal niet. Nee. Maar een beetje ik kan iedereen erin. Ja. Dit is het kantoor van het bureau van Sinterklaas. En dat kun je wel zien. Laat dat maar staan. Want dit is het boek van Sinterklaas met alle namen van alle kindjes. Maar weet je, 2 jaar geleden was hier een kindje, hè? En die had er een stukje uitgescheurd. En er was 1 kindje die geen cadeautje kreeg. En Sinterklaas zei, maar dat is een ramp. 1 kindje geen. Horen jullie dat ook niet? Oh. Hoor jij dat niet? Ik hoor het. Maar waarom is het? Blijf maar van het lint en zo. Nee, toe. Af, het lint. Kinderen en lintjes, hè. Kom, we gaan wandelen. Ja. Laat. Jullie zijn zo stilletjes. Wat heb je gezegd? Kleine vriend. Kleine vriend. Die denkt al, ik ga meteen. Is mijn bad al klaar? Ja. Ja, Sinterklaas, uw badje staat al klaar. Zitten er al bubbels in? De bubbels zitten erin, Sinterklaas. Dan komt Sinterklaas de badkamer in zijn mooie rode badjas met zijn naam erop. De snotneus. Sinterklaas is dat. En hij stapt in zijn bad. Piet, mijn badmeiter. Dus pak ik zijn badmeiter en doe het op zijn hoofd, want anders worden ze haren nat, dat vind je helemaal niet leuk, hè. Piet, de borstel. Ja, Sinterklaas, schrobbel mijn rug even. Een beetje omlaag. Een beetje nog lager. Nee, dat... Ja. Zo goed, Sinterklaas? Een beetje. Hoger? Hoger, ja. Zo goed? Ja, dankjewel. Oké. En hij kijkt naar boven, want meestal als hij in zijn badje ligt, kijkt hij naar boven naar zijn lievelingsstoomboot. Daar is ook een liedje, daar bestaat ook een liedje over, hè, over de stoomboot. Maar die kunnen we nou niet zingen, omdat we bijna geen tijd hebben. Maar als je een pot daar ziet, kijk eens. En die staat in de wc van Sinterklaas. En je ziet, die is ook helemaal rood, hè. Ga maar eens kijken, want papa, als je achter u kijkt, dan zie je ook dat toiletpapier rood is, hè. Ja, zie je rood. Ja, bol.com. Dus, ga maar eens even kijken. Kom, Basil, we hebben het al gezien, schat. Kom, Basil. We hebben het al gezien, hè.
Oeh, dan moet het op de hele mooie toilet. De deksel kan niet open, dus ze kunnen het niet open. Kan niet. Dat is precies. Kijk, de wc. Wat is de wc? En als je hier dadelijk aan de linkerkant kijkt, dan zie je heel veel fotootjes van Sinterklaas. Je vindt het leuk, hè? Ja. Kijk, hier zijn allemaal fotootjes. Even voor de kindjes, als we de trap afgaan, blijf dan aan de kant van de muur, want daar is deze trap moeten we helemaal af, dus we gaan even dragen. Anders glijden eraf. En zo. Aan deze kant zit een mooie... Ik ga we dan. Hij is wel snel, hè? Hij is wel super snel. Kijk eens, meneertje. Kijk eens, daar. Kijk, we moeten er af op, hè? Hoe is dat? Hoe is dat? Ben je hem? Dank je, zeg. Je moet hier wachten. Wacht maar op. Ja, natuurlijk even wachten, maar je moet eventjes, je moet niet in de weg staan. Even wachten, want Sinterklaas komt nog. En er zijn allemaal zakjes. Ja. Weer chocolade gekregen, Lena. Slaapkamer, 10 op 10. 10 op 10. En de tweede vraag. Weet je, als je in de slaapkamer gekeken hebt, ook wat de lievelingskleur van de steen is? Rood. Rood, inderdaad. Mevrouw, ik ben jaloers op uw telefoon. Als mijn syntofoon het vergeet, zal ik, als ik een nieuwe koop, wil ik zooien. Twee minuten keer doen ze. Ja, zeg maar, wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel, heel mooi. Ik had het nog nooit gezien. Dank je wel. Nee, maar jij dank je wel dat je mee wil gaan, hè. We zitten hier nu bij de frituur. Hij zit hier. En daar zit de andere. Ik ga halen, zeker? Ja. Ga jij het halen? Ja. Dat is goed. Als... En dan kijken, wat gebeurt er nu? Dat is ons eten komt eraan. En je zet, zeg, wie zit hier al zijn? Ja. Nee, maar, neem de friet. Taarter, taarter. Mickey Mouse. Hij staat er ook helemaal klaar met zijn bordje. Weg, weg, weg. Dan ga je dat ook snijden. Mag hem dat zo groot hebben? Hè? Moet je dat in stukjes snijden? Een stukje. Nee.